Het recept dat ik vandaag deel is voor light chocolade bananenbrood of ook wel chocolade bananencake. Ik maak dit recept met een stuk minder suiker en olie dan mijn normale bananenbrood, dus vandaar dat ik het light noem. Voor bananenbrood heb je altijd overrijpe bananen nodig. Bij voorkeur heb ik ze zelf het liefst pikzwart, maar op het moment van het filmen van dit recept waren dit de enige bananen die ik had. Gebruik een vork om de bananen eerst tot een fijn puree te prakken. Hoe rijper de bananen, des te makkelijker het pureren is. Voeg aan de bananenpuree ongezoet amandelmelk of een andere plantaardige melk, olie, azijn en suiker toe. Ik gebruik zonnebloemolie en rijstazijn. Neem vervolgens een beslagkom en doe hier bloem, maïzena, cacaopoeder, baksoda, ook wel zuiveringszout, bakpoeder en zout in. Als je wil kun je hier ook grof gehakte noten aan toevoegen. Ik wilde deze bananenbrood met iemand delen die allergisch is voor noten, dus dat heb ik weggelaten. Voeg dan een bananenmengsel toe aan de beslagkom en spatel tot alles goed gemengd is. Giet het beslag in een cakevorm en strijk de bovenkant glad met een spatel. Ik heb de cakevorm ingevet, met bloem bestoven en ook nog eens de bodem met een stuk bakpapier bekleed. Lijkt het je lekker om deze light chocolade bananenbrood te proberen? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.